Goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom bij het Radio 4 kerstconcert hier in de Dom in Hartje, Utrecht. Het jaarlijkse cadeau van Radio 4 aan al onze luisteraars. Luisteraars die van heinde en verre hier gekomen zijn naar Utrecht. En luisteraars die ook van heinde en verre aan het luisteren zijn via Radio 4. Niet alleen luisteren kan, maar je kan ook meekijken via radio4.nl. Even klikken op het icoontje, zeg ik voor de mensen die dus meeluisteren. En dan ben je hier ook in de Dom, want er staan hier prachtige camera's opgesteld. Om een registratie te geven van al het moois in deze eeuwenoude kerk. Ja, de 7e editie alweer van het kerstconcert van NPO Radio 4. Dan mag je toch al spreken over een gevestigde traditie. Zeker in deze tijden. Zeker, ja. Ja. De 7e editie. En zoals elk jaar natuurlijk weer topmuzici op het podium onder het orgel hier in de kerk. En achter mij zit het Groot Omroepkoor. Ze worden straks ook bijgestaan door organist Matthias Havinga, die ons al begeleidde bij het binnenkomen van de kerk. Ook een ensemble uit het Radio Philharmonisch Orkest zal acte de présence geven en een keur aan jonge solisten. En die solisten die gaan we vooral horen na de pauze. Dan klinkt het vrijwel nooit uitgevoerde kerstoratorium van Camille Saint-Saëns heel bijzonder. Een beetje in de stijl van Johann Sebastian Bach geschreven, zoals Camille Saint-Saëns zelf boven de partituur zette. Maar het kerstverhaal, ja, het begint natuurlijk van klein naar groot met een klein lichtje, een klein lichtpuntje in de duisternis dat steeds groter wordt en aan kracht wint en tenslotte de hele wereld in vuur en vlam zet. Zo beginnen wij ook een beetje vanavond met dat kerstconcert, want we gaan van klein naar groot. Allereerst, ja, klein, dan heb je het wel over het Groot Omroepkoor natuurlijk. Het Groot Omroepkoor samen met organist Matthias Havinga. Zij zijn te horen in muziek van Johann Sebastian Bach. Dat is een deel uit de kantate Jesu meine Freude, Bleibet meine Freude. En daarna horen we de pastorella van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het orgel solo door Matthias. Pastorella zit ook het woord pastor, pastores, herders in. Het is ook hele herderlijke muziek, waarop je eigenlijk de velden van Bethlehem als het ware voor je kunt zien en dan die ster die daarboven staat te prijken. Ik heb nog één naam niet genoemd. Dat is de maestro van vanavond. Ik ga u graag een hartelijk applaus vragen voor Ed Spanjaard. Hij gaat dit kerstconcert dirigeren. Dames en heren, hier is Ed Spanjaard.
Ja, er mag geklapt worden hoor. Ja, daar word je stil van. Je zou bijna vergeten dat je in 2017 in deze kerk zit en niet een paar eeuwen geleden. Genieten van het orgel, bespeeld door Matthias Havinga. En als u denkt van, waar is hij? Hier is hij. Ja, Matthias Havinga. Kom. Fantastisch. Het leek me namelijk zo leuk, omdat je de organist vaak alleen maar daarboven ziet en dan ook een gedeelte van de organist. Als je daar zit, zie je hem niet eens. Om hem een keer gewoon ook op tijd naar beneden te halen. Straks moet hij weer naar boven. En hier is het ook een stukje warmer. Dus Matthias, hoe is het nou daarboven eigenlijk? Heel erg leuk. Ja, dat is te horen. Ja. Ja. Nee, het is normaal als organist ben je altijd alleen aan het spelen. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar vandaag is heel bijzonder, omdat niet zo vaak zo'n stuk als dit met orkest, dat is vaak lastig om te realiseren. Dan heb je het over het kerstoratorium straks. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik heb het over het kerstoratorium van Saint-Saëns. Dit orgel staat bijvoorbeeld ietsjes lager dan orkestinstrumenten. Dus het orkest heeft heel erg zijn best gedaan om mijn toonhoogte te halen. Ja, precies, want het orgel staat vrij hoog voor de kijkers, maar qua toonhoogte is hij lager. Qua toonhoogte is hij lager. Toonhoogte, ja. Ja. En nou ja, als organist krijg je niet heel vaak de kans om zo met een orkest te werken. Dus dit is fantastisch, ja. Je bent zelf, mag ik wel zeggen, een muzikale nazaat van Jan Pieterszoon Sweling. Dat klinkt heel ronkend, dat is ook best wel zo bedoeld. Je bent namelijk organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Dat is het orgel waar ook Sweling destijds op speelde. Nu speel je dus op dit Betsorgel hier in de Domkerk. En dan speel je straks dus in dat Oratorio de Noël, dat Franse stuk van Saint-Saëns. Is dit orgel qua klank wel Frans genoeg dan, om het zomaar eens te vragen? Het is een leuke vraag. Het orgel is heel erg Nederlands. Maar omdat het begin 19e eeuw gebouwd is, is het wel qua klank ideaal, staat het niet mijlenver van Saint-Saëns af. En wat bijvoorbeeld leuk is, is Saint-Saëns was zelf organist en die schreef dus bepaalde registraties heel duidelijk voor in mijn partij. Nou, dat kan je hier niet precies doen, maar om een voorbeeld te geven, hij vraagt om een basson au bois, dus dat is een soort hobo-klank. En wij in Nederland hebben dat niet, maar dit orgel heeft weer een hele mooie vox humana. Dat is een register waar Nederland al eeuwenlang beroemd om is. En die doet het ook fantastisch. Nou, en op die manier heb je dan toch een Nederlands tintje. Mooi. Het verbindt, kerst verbindt de Franse traditie met de Nederlandse traditie. Vox Humana dus. Je verheugt je waarschijnlijk al op het begin van het kerstoratorium straks aan de pauze, want dan ben jij eigenlijk met het ensemble te horen. Zo begint het. We gaan je nu weer vriendelijk verzoeken om naar boven te gaan, om je te vragen te richten op het Magnificat van Hendrik Andriessen, ja. Bijzondere componist, Nederlands componist, dan zitten we helemaal goed qua Vox Humana en zo. Ja. Waar verheug je op in dat stuk, in het Magnificat? Wat heel lekker is, is dat hij slim heeft rekening gehouden met een samenspel, dialoog tussen koor en orgel. En natuurlijk, als je het koor begeleidt, dan kan je niet vol op het orgel. En hij doet dus een aantal keer solo beginnen. Lekker stevig. En nou, dit koor dat heeft trouwens ook een heel behoorlijk volume. Ja, ja, het grote omroepkoor. Ja, en nou ja, hij heeft dat mooi uitgewerkt, zeg maar. Dus het is echt een mooie dialoog en ja. Daar verheug ik me heel erg op. En nog een laatste vraag, hoor, voordat we echt de trappen op gaan sturen. Camera's natuurlijk, wij camera's, want Radio 4 kijkt mee. Maar je hebt ook een camera boven, ja. Die kijkt mee, want jij hebt contact natuurlijk met dirigent Ed Spanjaard. Je moet goed kijken dat alles tegelijk is. Klopt. En nog belangrijker bijna is de audiomonitor die ik heb. Daar hangt hier ergens een microfoon, waardoor ik alles hoor wat hier gebeurt. Anders zou het echt heel moeilijk zijn, ook al zou ik goed naar de dirigent kijken, om het gelijk te krijgen. Ja. En de camera kan je trouwens zien staan. Die staat daar rechtsboven op het balkon. Ja. Ja. Goed. Matthias, dankjewel voor dit kijkje in de keuken van de organist. Hij gaat weer naar boven. Dankjewel, dames en heren, Matthias Havinga. Ja, naar beneden is altijd sneller. Dus ik ga ondertussen vertellen dat na het Magnificat, de lofzang van Maria, ook weer zo'n werk voor in de advents en de kersttijd. Maria hoort dat ze zwanger is van het kerstkindje Jezus. Twee werken klinken van Anton Broekner, dat was ook een organist, trouwens net als Hendrik Andriessen, die dan ook organist was
Hendrik Andriessen dus in een van de andere kerken hier in Utrecht, de Catharina-kathedraal. Dat hoor je dus ook in dat magnifieke orgelspel dat hij heeft geschreven. Anton Bruckner was ook organist naast Groot Symfonicus. En hij schreef ook prachtige muziek voor koor a cappella, namelijk twee motetten. En die gaan we straks horen, Christus Factus Est, geschreven in november 1884. Dus de kerst zat er al een beetje aan te komen. En daarna Virga Jesse, geschreven gedateerd 8 december 1885, nog dichter bij kerst. En in dat laatste werk, Virga Jesse, daar zit ook een verwijzing naar de Messiah van Händel in. Namelijk het Alleluia daar schijnt Bruckner een beetje gebruikt te hebben. Het is allemaal te horen in de uitvoering die we nu live gaan meemaken door het grote omroepkoor. Matthias Havinga zit klaar. Matthias, hij zwaait naar de camera, dat zie ik dan weer. En Ed Spanjaard, dames en heren, het Magnificat van Hendrik Andriessen.
Ja, het Groot Omroepkoor. Prachtig hoe dat dan eindigt in een fluisterzacht pianissimo. Pianissimo, dat werk van Anton Bruckner. Ik zet even wat neer, kom ik zo op terug. Maar eerst vraag ik even of dirigent Ed Spanjaard ook even het podium nog een keer wil betreden. En dat mag natuurlijk met een applaus vergezeld gaan. Ja. Ed, we hoorden Matthias Havinga net al zich verheugen op het werk straks na de pauze, het Oratorio de Noël van Saint-Saëns. Bijzonder werk, hè, wat we straks gaan horen. Ja, ik ben alleen nu met mijn hoofd nog bij dit. Ja. Jij kijkt te ver vooruit. Ja, er komt gelukkig nog een pauze, dus we kunnen nog een beetje acclimatiseren. Nee, want ondanks het feit dat er zoveel kracht en geloofsovertuiging in Bruckner zit, was een heel devoot man. Ik word er ook stil van. Ik vind ook dat geweldig gezongen wordt. En waar ik ook van geniet, ik heb toevallig een maand geleden, ik ben voornamelijk orkestdirigent, ik heb vorige maand een grote Bruckner symfonie gedirigeerd. Dat is dan 80 minuten. 80 minuten. En ik verbeeld me dat ik daar ook iets wijzer van geworden ben. Zeker als je dit mag dirigeren. Ja, zullen we daar moeten we dan een heel zacht applausje inzetten? Ja, maar dan wel een beetje. Ja, ja. Dat zijn ook weer woorden waar we stil van worden. Mag ik je nu die vraag nog een keer stellen? Ja. Oké, goed. Straks na de pauze. Ja. Het Oratoria de Noël. Ja. Bijzonder werk, hè? Ja, meneer. het is heel leuk. Saint-Saëns was 23 toen hij het schreef. Hij heeft in 2 weken geschreven. En zoals Matthias al zei, was zelf organist. Hij zegt dat als het orkest begint, dat het Bach-achtig is, maar voor onze oren is het gewoon lieftallige, vroege romantiek. En ik vind het een heel charmant stuk. Er zitten weergaloos mooie dingen. Er zitten ook momenten in dat je hoort dat de componist nog betrekkelijk onervaren was. En dat geeft ons een hele leuke opdracht om dingen die niet al geschraagd zijn door 30 jaar ervaring. Hoe koppel je 2 tempi aan elkaar? Hoe introduceer je een tenorsolo? Dat is soms een klein beetje kort door de bocht, maar ook van een verrassende ongereptheid en soms beeldschoon. En het is een erg leuke klus om dat te doen. Een zeer pure Saint-Saëns. Ja. Ja. Gaan we straks van genieten. Maar er gebeurt nog veel meer op weg naar die Saint-Saëns. Ik had iets in mijn hand. En ik ga nog iets tegen jou zeggen, Ed. Dit is de collectebus voor vanavond. Breng ze weer samen. Serious Request, 3FM. De mensen die hier naartoe gekomen zijn in de Dom, die hebben volgens mij ook een verzoek gekregen om veel contant geld mee te nemen. En dat te deponeren in deze potten. Want dat is allemaal ten goede aan de actie Breng ze weer samen. Het bijeenbrengen van gezinnen door oorlogsgeweld of andere oorzaken uit elkaar gerukt. En daarvoor wil 3FM met alle andere radiozenders zich sterk maken om die mensen bij elkaar te brengen. Gezinnen te herenigen. En wat is toepasselijker dan dit op kerst kracht bij te zetten. Ja, en dan vraag ik natuurlijk ook persoonlijk of u veel wilt geven. Want met de opbrengst ga ik persoonlijk aanstaande zondagmiddag tussen 1 en 2 langs in het Glazen Huis in Apeldoorn voor Serious Request. En ik wil natuurlijk een hele grote zak met geld, een cheque meenemen namens de luisteraars van Radio 4. Nou zijn er mensen thuis denken van ja, maar ik kan helemaal niks geven. Dat kan wel op een andere manier, want ik neem namelijk iemand mee aanstaande zondagmiddag. De jonge pianist Evander IJsink. Hij is net 9 geworden en hij gaat ook spelen in het Glazen Huis. En je kan dan ook op een privéconcert, een huiskamerconcert of een bedrijfsconcert door Evander bieden. Dat allemaal aanstaande zondag op weg naar Serious Request. Dus geef gul dat ik de collega's van 3FM kan verbazen met wat wij allemaal bij het kerstconcert van Radio 4 hebben opgehaald. Verbazen ga ik je misschien nu ook, Ed, want er is nog iets, hè, vanavond, vandaag. Het Groot Omroepkoor heeft prachtig voor ons allemaal gezongen, maar ze hebben ook voor jou gezongen, want je bent, ja, je werkt op je verjaardag, hè? Ja, je bent jarig. en het is een kerstconcert, en je hebt het zelf al gezegd, een bijna religieuze stilte, indruk die de muziek van Bruckner wekt, dus we gaan niet voluit de bekende Lang zal zijn leven zingen. Nee, ik stel voor dat we die kracht waarmee we Ed zouden willen toezingen,
leggen in het samen zingen, nu, want dat staat ook op het programma, even in de benen, want dan zing je lekkerder toch, Groot Omroepkoor? Als je gaat, precies, ik hoor een diepe bas, ja, zeggen. Dus we gaan even in de benen, we gaan samen zingen, op weg naar de pauze, met die collectepotten, maar allemaal onder leiding van de jarige Ed Spanjaard.
Exaltabat et 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 exaltabat
Thank you.
Ja, fantastisch. Het kerstoratorium van Camille Saint-Saëns. Ongehoord mooi. En je hoort het dus hier op het kerstconcert van NPO Radio 4 en op Radio 4. Rechtstreeks vanuit de Domkerk in Utrecht. Fantastisch. We zijn nog niet klaar. Want we gaan nog meer zingen. En dat gaan we weer met z'n allen doen. Want kerst is het feest van samen zijn. Breng ze samen. Ik wil toch nog even, ik zie dat de solisten daar geknuffeld worden en al een terecht een bloemetje krijgen. Ik ga ze straks na het samenzingen weer hiervoor in de kerk roepen. Tenzij ze nu al willen komen. Zal ik, de scouten, ja. Ze komen straks terug. Wij gaan in de benen, stel ik voor. Dat betekent dat we gaan opstaan. En niet bewegen, tenminste niet weglopen, dat is dan weer echt in de benen. Dus opstaan. En dan, ja, ik zeg nog een keer, Ed, ja, ik heb je net niet officieel gefeliciteerd, maar van harte met je verjaardag. En ook met dit prachtige concert. Ja. We gaan luisteren onder leiding van Ed Spanjaard, Matthias Haviga, gaat nu misschien wel meezingen bij het orgel. En het grote omroepkoor, spelen jullie ook mee? En het ensemble uit het Radio Philharmonisch Orkest gaat meezingen. Naar Hark the Herald Angels Sing. Ik zet even mijn eigen microfoon uit, kan ik ook mee gaan zingen.
Ja, zoals beloofd, nog even de solisten. Hier komen ze nog een keer. Sopraan Nikki Treurniet, mezzosopraan Esther Kuiper, alt Valeria Girardello, tenor Lienhard Frielink, bariton Michael Wilmering. En ze krijgen de bloemen. Dat zeg ik even voor de radioluisteraars. Want wij zien het hier in de kerk. En het applaus geldt voor hen en natuurlijk ook voor het ensemble van het Radio Philharmonisch Orkest. Harpiste Ellen Versnij, wat heeft zij prachtig gespeeld. Ellen, dank. Groot Omroepkoor. Matthias Havinga. Daar naast het prachtige Betsorgel. Wat klonk het mooi in die Franse muziek. En daar op de bok, Ed Spanjaard, dames en heren. Ik heb zelf een bosje bloemen gepakt. Matthias, ze komen naar je toe. Want Matthias gaat nog even spelen. Terwijl wij rustig dan wel in de benen gaan en rustig de Domkerk uitschrijden. Op weg naar meer kerst. Ik wens jullie allemaal namens alle collega's, alle uitvoerenden hierbij betrokken namens Radio 4 een prachtig kerstfeest. En alvast een heel gelukkig nieuwjaar natuurlijk met veel muziek, live muziek en ook muziek vanuit Radio 4 tot jullie allemaal. En namens ons allemaal zeg ik heel graag tot volgend jaar op het 8e, ja, kijk even naar Marbelstraat, jawel, het 8e NPO Radio 4 kerstconcert. Gelukkig kerstfeest. Matthias Havinga hier het kerstconcert in de Dom uitluidt. Gaan wij op Radio 4 luisteren naar de ouverture Hänsel und Gretel. Ook weer zo'n kerstopera van Engelbert Humperdinck.